De regering heeft besloten om het komend schooljaar voor de 8e keer sociaal zwakke schoolgaanden tegemoet te komen met een schoolpakket. Dit jaar worden 35.000 leerlingen in de gelegenheid gesteld zich te registreren voor een schoolpakket. De regering mikt op 35.000, maar na de gesprekken hopen wij 36.000 schoolgaanden te kunnen accommoderen, zegt minister Faisal Abdulghafoor van Sport en Jeugdzaken. Volgens de bewindsman wordt er nog wat lobbywerk verricht met het bedrijfsleven en de actoren die het ministerie zullen assisteren bij deze registratie of bij de registratie van deze jongeren. De coördinatie van het project zit in handen van het ministerie van Sport en Jeugdzaken in samenwerking met de Sustainable Development Goals SDG ambassadeurs. De landelijke registratie voor dit project begint op 1 augustus en eindigt op 22 augustus, waarna de distributie zal plaatsvinden. Het schoolpakket bestaat uit een schooltas, 2 uniformhemden, 10 schriften, een etui met schrijfspullen, een huiswerkboekje en een tekenschrift.